Ik ben blij met de uitgave van dit boekje, Peinzen met Prediker. En dat komt omdat ik enorm door de Prediker werd geïntrigeerd toen ik er een prekenserie over hield en het later nog weer in korte overdenkingen besprak voor Groot Nieuwsradio. En ja, voor dit boekje ben ik er nog een keer helemaal doorheen gegaan. En weet je wat zo apart is? Dat die Prediker vanuit een stuk realisme kijkt naar het leven. En dan ziet hij niet alleen de kwetsbaarheid, de tijdelijkheid, alles lucht en leegte. Je kunt niks vasthouden. Hij heeft het ook over dat de dingen in balans moeten zijn. Het goede leven, waarin werken en genieten hand in hand gaan. Naar Gods bedoeling. Dat is je deel, zegt hij, wat jou gegeven is. En God, die wordt er blij van als hij daar iets van terugziet. Maar dan, tot slot, ook nog iets over de raadselachtigheid. Daar wijdt hij ook een paar hoofdstukken aan. Je kunt er vaak geen touw aan vastknopen aan het leven. Het klopt ook vaak niet. En, zegt hij, als iemand zegt, maar ik heb het sluitende antwoord, dan vertrouw ik hem niet. Dat is wel heel eerlijk gezegd, denk ik. Dat is behulpzamer dan wanneer mensen overal precies een antwoord op weten van waarom en waartoe. De prediker zegt, ik weet het niet. God weet het, ik niet. En dan God, niet in de zin dat hij overal precies ook een bedoeling mee heeft, maar uiteindelijk is het in andere handen. Wij hebben niet alles in onze vingers. Dat is wat hij zeggen wil. En dat haalt gelijk ook het idee weg dat er voor ons allemaal een soort alomvattend, levensomvattend plan zou zijn, wat wel eens wordt beweerd. En dat zou dan fantastisch allemaal wezen. Nou, de prediker is er helemaal niet van. Die zegt, je moet 6, 7 dingen tegelijk proberen. En ja, dan kijk je wat het beste is. Nu is dit, dan weer wat anders. Want je weet niet uit welke hoek de wind gaat waaien. En dat is ook ons niet gegeven. Om dat bijvoorbeeld allemaal al te voorzien. Of dat wij daar de wijsheid of de beschikking over zouden hebben. Het leven is grillig. Maar, en dat vind ik mooi. En dat zeg ik ook vanuit het Nieuwe Testament. Dwars door alles heen gaat God zijn gang. Zijn eigen gang, zegt de prediker. En, zeg ik dan, vanuit Christus, dwars door alles heen, door de grilligheid heen, gaat God zijn weg en doet hij zijn werk en bouwt hij zijn koninkrijk. Als er één ding is wat wel helder is, te midden van alles wat onduidelijk blijft, is het dat plan dat God in Christus met ons heeft. En hoe het leven dan ook loopt, daar wil hij ons in meenemen. En daarom zegt de prediker, probeer niet overal een antwoord op te vinden, maar vrees God. Heb ontzag voor hem. Daar zit sowieso leven en toekomst in.